Vandaag gaan we het hebben over 8-bit. Als ik Pac-Man, Super Mario of Zelda opnoem, weet je ongetwijfeld over wat ik het heb. En net omdat 8-bit zo populair was in de jaren 80 en de dag van vandaag een revival kent, gaan we er een volledige aflevering aan wijden. Om de aflevering goed in te zetten, beginnen we met wat vrouwelijk naakt, maar niet de soort die jullie in gedachten hebben. Het zijn namelijk vrouwen in een erotische setting, gemaakt uit pixels. Het is een werk van Jean-Yves Lemoigne dat heel veel aan de verbeelding overlaat. Een goede 1 april grap voor geeks, daar wordt werk in gestoken. Zoals bijvoorbeeld bij een volgend topic, waar Google Maps volledig in de 8-bit-stijl werd getransformeerd. It's really easy to use. Insert the cartridge, connect the cable, then turn the power on. Blow on the cartridge to fix bugs. And you're automatically connected to the internet. Let's start from the title screen. Select search and enter a name or place, just like the regular Google Maps. You can of course search a route to your destination. You can also search with your voice, using the Pad 2 mic. Peru Nazca. Google Maps 8-bit version will soon be available in Google Store. But for now, you can play the trial version by going to Google Maps and click the Quest button on the top right corner. Street art bestaat in vele verschillende vormen. En deze keer werd de belangrijkste straat in de Turkse hoofdstad getransformeerd in de 8-bit-stijl. Dankzij graffiti en straatelementen werd er een Pac-Man videospelletje geanceneerd. Volgende topic herinner je je vast wel vanuit je kindertijd. Met een soort beads, kralen, kan je je eigen 8-bit kunstwerkjes maken. Het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn uiteraard de kralen die je makkelijk op het internet kan vinden, bakpapier en een strijkijzer. En met volgende demo geraak je alvast wel al op weg. Hey guys, so today I am going to show you how to make these 8-bit characters out of perler beads. I made perler beads, and I will show you the site that I got it from in the information box. And you also need an iron and these boards. Thank you.
So I am just going to iron this. So once you're done, you're going to get some really heavy books to lay it on here so it doesn't curl. Videomapping is een vrij nieuw fenomeen dat je wellicht al eens zal gezien hebben op het Lichtfestival in Gent. Er worden animaties geprojecteerd op tal van verschillende oppervlakten. En hier worden spelletjes van de jaren 80 geprojecteerd op een gebouw. Deze 8-bit-aflevering sluiten we graag af in stijl. Een animatiefilmpje die verschillende series aandoet van de jaren 80. Happy Days, Charlie's Angels, The A-Team en wellicht herken je er nog wel een paar.